Het heeft me zo'n enorme drive gegeven om te staan waar ik nu sta. Niet die autoritaire baas uit te hangen, maar je kan ook niet meer echt vriendinnen zijn. Ik heb zoveel verkeerde mensen aangenomen, dat is gewoon knap. Ik heb echt hele teams moeten laten gaan. Wij komen uit een heel warm gezin, waarbij het wel altijd over de zaken ging. Als je het dan inderdaad hebt over een sleutelmoment, dat was wel zoiets uitdagends en zo kicken en dat je lijf stiekem zoveel meer aan kan dan dat je denkt. En ook mentaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met ondernemers over hun drie belangrijkste momenten die bepalend zijn geweest voor de ondernemer zelf en zijn, of in dit geval haar bedrijf, nu staat. En deze serie maak ik in samenwerking met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij CVD TV. In deze aflevering praat ik met Marielle Smit van Mama Daily. Van harte welkom. Dankjewel. Marielle, drie momenten heb je meegenomen. Maar laten we beginnen met Mama Daily. Even kort omschrijven wat het is. Ja, het is eigenlijk vriesverse babyvoeding. Die je vindt in de vriezer. Dus ik werd 3 jaar geleden moeder van mijn eerste dochter. En er was 1 ding dat ik echt miste. En dat was een goed alternatief voor zelf koken. Toen ben ik heel erg om me heen gaan zoeken. En toen ik het niet kon vinden, ben ik er zelf mee aan de slag gegaan. Maar je hebt er van die potjes? Ja. Die duw je dan in de magnet eronder? Ja, en die kan je ook 3 jaar lang behouden. Dus ja. als je zeg maar je kleintje het niet lekker vindt, kan je het voor je volgende kleintje bewaren. Ik vind dat niet vers. Het wordt wel eens vers natuurlijk gebracht. Maar het is niet meer van nu. En ik vind dat we heel ver zijn met de ontwikkeling in de food. Ja. Dus zelf weten we heel makkelijk en snel en gezond iets kunnen meegrissen uit de supermarkt. Maar is er niet voor eigenlijk ons grootste bezit. Onze allerbelangrijkste nieuwe generatie. En ik dacht, ja, daar moeten we wat mee. Dus. Mama Daily. Mama Daily. Nou, we gaan verder. We gaan nog meer horen over Mama Daily. En ook over je vorige bedrijf. Misschien wel aan de hand van de momenten die je hebt gekozen. En laat ik met het eerste moment beginnen. En dat is die schoolcarrière. Hoe was die schoolcarrière, zeg maar, van je? Als je die nu zou samenvatten? Ik heb een hele leuke schoolcarrière gehad. Ja, toch wel. Ik ben altijd wel een enorme gedreven leerling geweest. Maar ik heb het ook wel heel veel plezier gehad in de klas. Dus het was eigenlijk een beetje van beide. Maar wat ik wel altijd heb ervaren, is altijd heel vaak tegen mij ook gezegd van dat ik dingen niet kon. Ja, want daarom heb je het als sleutelmoment gekozen. Hè? Van, ja. Want waarom heb je dit dan als sleutelmoment gekozen? Dat is zo'n grote impact heeft dat op mij gemaakt. Want het is meerdere keren gebeurd. Waarbij ik denk de grootste impact was dat ik op een gegeven moment... Ik ben tweeling. Ik ben de helft van een tweeling. Ah. Dus ik heb een tweelingbroer. Heel leuk. En wij zaten samen op de basisschool. En op een gegeven moment moet je dan een test maken. In ons geval was het de CITO-toets. En had ik prima gescoord. Maar het was HAVO-VWO-niveau. En mijn broertje ging naar het gymnasium. Die had gymnasiumniveau. En ik wilde mee. En dat kon niet. En ik heb allemaal verschillende testen gedaan. En uiteindelijk werd me verteld, nou, je kan echt niet mee. En toen ben ik uit al die boekjes van die gymnasiumschool... ben ik getypext. Dus ik stond overal en al die boekjes stond ik al. Maar omdat ik het net niet had gehaald, was ik er overal uitgetypext. Je was gewoon weggeveegd. Ja, totaal. En gescheiden van je broer. Want je broer zijn naam stond er wel in. En daarachter stond zo'n witte... Daaronder. Ja, was ik. Dan ging ik zo weggaan, was ik. Dus ik moet zeggen, uiteindelijk is dat een van de... Het is geen keuze geweest, maar wel een hele goede stap geweest dat wij uit elkaar zijn gehaald en onze eigen paden zijn gaan bewandelen. Dus in die end is het een iets goeds geweest. Maar dat was toen best wel een ding. En later kwamen er meer van dat soort momenten. Moest ik dus HVO doen. En toen werd me verteld, nou... Hartstikke leuk, je doet het leuk, maar VWO ga je niet halen. Want dan moet je met je op je tenen gaan lopen. En ik zei, ja, maar nee, dit wil ik heel graag, dus dan ga ik het doen. Maar continu werd mij dingen verteld dat ik dingen niet kon. Ja. Door docenten met name of door meerdere mensen? Eigenlijk alleen maar docenten. Ja, ja. Mijn ouders zijn altijd heel erg supportive geweest. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben, want dat is een ander sleutelmoment van je. Het was voornamelijk docenten. Of het hbo, ik ben uiteindelijk een hbo-opleiding gaan doen. Wat heb je uiteindelijk, heb je HAVO afgemaakt? Of VWO. Ja? Uiteindelijk ben ik onvoldoende voor Engels. En ik... Uh,
ik heb enorme faalangst gekend, denk ook daardoor. Dus ik vond dat heel vervelend dat ik uiteindelijk een onvoldoende had voor Engels. Ben ik een Engelse opleiding gaan doen, een internationale opleiding, omdat ik dacht, ja, het gaat me niet gebeuren dat ik met een onvoldoende eindig op mijn VWO voor Engels. Dat vond ik zo slecht. Toen dacht ik, nou, dan ga ik een Engelse opleiding doen. Dus toen ben ik International Business and Languages gaan doen. Maar was jij zo'n streber dan op de middelbare? Extreem. Ja? Ja. En maar ook, ik weet nog dat mijn docent op een gegeven moment tegen mij zei, tijdens de examenuitreiking, is het meest ambitieuze meisje wat ik ken, en maar bijna geen docent die dat erkent. Omdat ik was ook een feestnummer in de klas. Ik had ook altijd enorm naar mijn zin. Dus ik lag te huilen bij ieder tentamen. Voor ieder tentamen moest mijn moeder me echt weer bij elkaar rapen. En dan zei ze, leg maar je boek onder je kussen, dan komt het vast goed. Dan neemt het je hoofd het in zich op en dan kan je morgen gewoon je tentamen maken. Ik heb dat was stress om het te maken, zeg ja, maar. Ja, enorm faalangst. Ja. En ik denk dat het uiteindelijk is omgedraaid in een soort prestatiedrang. Ja, in ieder geval een enorme drive. Ja, 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 ja. Ja, maar dat kwam gewoon omdat er ook zo vaak werd verteld, uiteindelijk ook op het hbo, van ik wilde op een gegeven moment 3 en 4 in 1 jaar doen, omdat ik al met mijn eerste bedrijf bezig was. En toen ging ik naar mijn docent toe en ik zei, luister, ik wil heel graag 3 en 4 in 1 jaar doen, want ik ben nu al best wel ver met mijn bedrijf en ik weet niet hoe te combineren. Dus ik wil dit gewoon snel af hebben. En toen zei hij, ja, dat kan niet. Zei ik, maar als ik het heel graag wil, zei hij, oké, doe maar, but don't come after and blame me. En toen dacht ik, oké. Maar gek genoeg was dat voor mij enorm motiverend. Ja, want je kan ook zeggen, dit gedrag van het onderwijs en van docenten heeft jou alleen maar, heb je alleen maar enorm. Het heeft me zo'n enorme drive gegeven om te staan waar ik nu sta. En ik dacht alleen maar, oké, als jij nu zegt dat ik het niet kan, nou, dan ga ik even dan ga ik even laten zien dat het even anders is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere personen die anders in elkaar zitten dan jij hier minder goed uitkomen als je dit continu te horen krijgt. Toch? Nou, ik vind het wel heel erg pittig hoe weinig support je dan krijgt vanuit een school, inderdaad. Heb ik ook gehad toen ik het bedrijf startte, dat ze zeiden van je kan niet, weet je, want toen zei ik, oh, kan ik dan bijvoorbeeld een scriptje schrijven over mijn eigen bedrijf? Onmogelijk. En dat ik op een gegeven moment het wel voor elkaar had bijna. En dat ze uiteindelijk op het laatste moment zeiden, nee, het wordt hem toch niet. En dat ik een half jaar studievertraging kreeg. En dat ik zei, ja, maar dit kan ik. Ja, ga dan maar naar de Hoge Raad. Ik zei, naar de Hoge Raad. Weet je? Normaal. Zo heb je studie wel afgemaakt? Ja, ik heb hem afgemaakt. Want je bent snel begonnen met ondernemen, hè? Ja, ik was 21. Dus ja. Tijdens mijn studie, inderdaad. En wat voor bedrijf was dat? Een hospitalitybureau. Eigenlijk een soort uitzendbureau. Voor mensen in de evenementenbranche? Ja, in de events, ja. En even, zeg maar, met echt 7 mijls lazen door dat, want daar kunnen we ook al 1,5 uur over praten, voor dat bedrijf, maar dat het is verkocht. Ja. Maar dat klinkt als een succesverhaal. Maar het was het dat ook? Want het heeft wel, je hebt wel ellende gehad ook met de afgelopen jaren. Ja, klopt. Nee, dat komt natuurlijk door corona. Dus wij hadden een heel succesvol bedrijf tot maart 2020. Ja. Dat was ook het moment dat ik eigenlijk een stap terug zou doen in de operatie. Mijn tweelingbroer zou de hele operatie op zich nemen en ik zou me gaan focussen op nieuwe dingen. Omdat ik wat meer uitgedaagd wilde worden. Nou, dat liep dus inderdaad helemaal anders. Ja. Dus toen heb ik, vol gas ben ik weer terug die operatie ingegaan. En hebben we geprobeerd alle ballen hoog te houden. Hebben we een groot deel van ons team moeten laten gaan. Ja. Om zeg maar inderdaad die trein te laten doorrijden. Dat is gelukt. En daar zijn we goed uitgekomen. En ik ben net bevallen van mijn tweede dochter. Gefeliciteerd. Dankjewel. En toen ik uit verlof kwam, toen heb ik tegen mijn compagnon gezegd, oké, ja, ik kan niet meer al die ballen hoog houden. Want nee. Ik heb nu en mama Reli en ik heb Emma mee en ik heb 2 meiden. We moeten nu keuzes gaan maken, of in ieder geval ik. Ja. En daar was zij het mee eens. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een gepaste exit. En dat hebben we gevonden. Een hele fijne nieuwe eigenaar. Oké. Ja, dus ik moet je zeggen, ik kan er alleen maar heel positief op terugkijken. En ik ben reet trots dat we door die corona zijn gekomen. Ja. Want dat was geen makkelijke tijd. Ja. En de opdrachten, want ik hang er nog een beetje aan op dit moment. Want ik vind het heel erg belangrijk dat niet zomaar wordt weggedaan. Echte opdrachten die vliegen ons om de oren. En we zijn... Hun. Hun.
hun om de oren. En ze zijn, we zaten met z'n vieren toen we de corona uitkwamen, nu net. Ja. En ze zitten nu alweer met 8. Ja. Dus het is gewoon een waanzinnig bedrijf wat gewoon goed wel gedaan. Weer terugkomt. Ja. Dus dat echt rek in en dat is wel heel erg fijn. Je ziet hoe, ja, hoe men ons dan wel weer vindt. Ja. Of hen dan weer vindt. Ja, leuk is dat, hè? Het tweede moment wat je hebt meegenomen, en dat kunnen we misschien wel loslaten op beide bedrijven, weet ik niet. Maar je hebt het genoemd de enorme struggle met personeel tijdens de groei. Ja. Laat ik zeggen, twee thema's die voor elke ondernemer altijd zeg maar, een thema zijn. Groei en personeel. Ja. Waarom heb jij dat als sleutelmoment opgegeven? Ik heb dat als zoiets moeilijks ervaren. Vooral bij MME. Ik zit eigenlijk nu met mijn bedeling middenin weer. Maar ik heb natuurlijk wel weer mijn lessen geleerd. Dus dat doe ik nu anders. Maar ik was een jonge hond natuurlijk van 21. Die een heel leuk idee had. Niet met het idee, oh, ik moet straks serieus mensen gaan managen. Nou, ik kwam er dus vrij snel achter. Ik heb zelf een beetje een autoriteitsprobleem. Dus ik vind het heel lastig op scholen. Bijvoorbeeld leraren en zo die jou dan gaan vertellen hoe het allemaal werkt. En die in principe in de basis ook niet altijd gelijk hebben. Ik ben zelf ook niet autoritair ingesteld. Dus ik loop ook niet als de grote baas rond op kantoor. Dus ik stond toen nog... laten we zeggen, 9 jaar geleden stond ik met mijn meiden op kantoor. Met mijn collega's stond ik te dansen iedere dag in kantoor. Omdat we het naar ons zin hadden en leuk. Maar op een gegeven moment, als je gaat groeien. We zaten op een gegeven moment 16 man op kantoor. Merk je dus dat je helemaal geen vrienden bent met die mensen. Maar ben je eigenlijk gewoon de baas. Een baas vind ik een beetje een moeilijk woord. Maar de eigenaar. En zo word je dan ook wel echt gezien. En dat vond ik echt super lastig om niet die autoritaire de baas uit te hangen. Maar je kan ook niet meer echt vriendinnen zijn. Want dan ben je een beetje die verhouding kwijt. En hoe heb je dat gedaan? Ik ben mezelf echt 100 keer tegengekomen. Ik ben echt een paar keer goed op mijn neus gevallen. Op mijn bek gevallen. Ik heb zoveel verkeerde mensen aangenomen. Dat is gewoon knap. Ik heb echt hele teams moeten laten gaan. Ik kan het niet. En uiteindelijk heb ik dus, toen we met z'n 14 waren, heb ik een HR iemand aangenomen. Dat ik dacht, oké, als je dit gewoon niet kan. Terwijl ik echt van overtuigd was, en nog steeds stiekem een beetje hoop, dat ik een mensenmens ben. Dat ik echt mensenkennis heb. Blijkbaar niet op dit gebied. Nee. Totaal niet. Dus dat is één les die je eruit getrokken hebt. Totaal, ja. En de grootste les was wel dat ik uiteindelijk zei... Oké, dan moet ik gewoon dit uit handen geven... en dit laten doen door iemand die hier wel verstand van heeft. Uh-huh. Want ik kan dit niet. En dat werkte goed? Ik heb op een gegeven moment ook gezegd... je moet me eigenlijk nergens meer voor contacten. Dat is iemand... Ik heb ook heel erg moeite met mensen die dan... als we bijvoorbeeld zeggen bij ons was... bijvoorbeeld in... september heel druk en in juni heel druk. Ja, dan ga je gewoon eigenlijk niet op vakantie. Dat zijn gewoon, je werkt in deze business. Juni, september eigenlijk een no-go, joh, dat je een weekje gaat. Maar dan kreeg je weer vakantie aangevraagd voor 3 weken. Of was iemand niet lekker, want hij had zijn kleine teen gestoten. Ja, ik krijg daar zo'n... Ik ben daar zo niet voor gemaakt, maar zo ben ik ook opgevoed. Ja, niet lekker, een paracetamol door. Weet je, dat ken ik helemaal niet. Je bent geen manager dus eigenlijk? Totaal niet. Nee. Dus dan is het misschien maar beter dat je dat niet doet. Ja, maar dat vond ik wel heel erg lastig. Want ik wil gewoon alles gewoon heel goed kunnen. Je wil alles kunnen? Ja. En ik denk ook dat te kunnen, maar ik kan het helemaal niet. Nee. En dat is wel, dat heeft heel veel pijn gedaan. Dat heeft me ook wel veranderd als mens. Dat ik ben echt wel... Ik ben mezelf echt moeten gaan ontwikkelen... en anders moeten gaan voordoen dan dat ik eigenlijk ben. Want het liefst doe ik met iedereen leuk en sta ik met iedereen te high-fiven, bij wijze van spreken. Maar dat kan dus niet. Maar is dat jezelf anders voordoen? Het is jezelf inhouden of zo? Inhouden, ja. Ik kan namelijk heel snel met iemand heel leuk en gezellig hebben. En dan, maar ik ben er wel achter gekomen dat je toch wel een bepaalde afstand moet houden van je medewerkers. Ja. Zeker if shit hits the fan. Ja. Ja. Nee, dan kom je er pas echt achter wat voor mensen je in je bedrijf hebt zitten. Dat hebben wij ook al meegemaakt met corona. Dat wij op een gegeven moment met elkaar met een heel team... En wij hebben het team uiteindelijk bij elkaar moeten roepen. En moeten zeggen van jongens, het is of met z'n allen eronder... of we moeten toch kijken of we een paar nu af van boord gaan... en straks weer erop trekken zodra het kan.
Want anders gaan we met z'n allen ten onder. En dat hebben we heel netjes gedaan, hoor. Iedereen hebben we gelukkig goed achtergelaten. En, maar er zijn een paar die dan de volgende dag met een brief van advocaat op de deur mat liggen. Die vriendinnen van je. Zogenaamde meiden die het zo goed met je voor hebben. Ja, dat is wel heel lastig. Waar heb je meegenomen naar je huidige onderneming, Mama Daily? Want heb je daar inmiddels mensen op de payroll staan? Ja. En dan probeer ik ook echt wel die afstand te bewaren die ik toen niet kon bewaren. Dus dat ik probeer echt nu wel een bepaalde, gewoon op een andere manier met ze om te gaan. Ik ben zo open dat ik mensen ook heel erg snel meeneem in mijn leven. Ja. Ja, dat is niet nodig. Nee. En dat is een beetje tegennatuurlijk gedrag voor jou. Ja. Dus ik moet gewoon mijn vriendinnen bellen als ik gezellig wil doen. Lastig is dat, hè? Ja, omdat je ze ook elke dag ziet. Ben je nou wel geknipt voor, zeg maar, leiding geven aan een grote organisatie? Nee. Nee. Ik ben een bouwer. Ik vind het heerlijk om met mijn poot in de klei te staan. En nieuwe kansen te zien en die uit te werken en gas te geven. Mm. Ik ben niet iemand die enorm goed is in leiding geven. Nee. Voordat we naar het derde moment gaan, nog even over dat Mama Daily. Want ik vind het wel een knap verhaal. Want hoe lang ben je nu bezig? Net een jaar. Ja. En het product ligt inmiddels in nogal wat grote outlets. Hè? Picnic, Albert Heijn, Jumbo. Crisp, een paar van die snelle jongens. Die verkopen het ook al. Hè? Voor stel je dat je om 10 uur s'avonds in één keer zo'n schreeuwend binnen 3 minuten. Want het zijn een soort van die zakjes, toch? Met zo'n doppie. Ja, ook. Dus wij hebben maaltijdzakjes. Dus dat is echt voor de maaltijden. En pouwtjes met inderdaad zo'n knijpzakje. Die hebben we voor ons tussendoortjes en havermoutjes. Tussendoortjes en havermoutjes. Hey, vertel eens wat qua schaalgroot. Ik bedoel, waar hebben we het over nu, op dit moment? Nou, we zijn dus een jaar geleden gestart. Liggen nu inderdaad. We zijn begonnen met een exclusiviteitsdeal met Albert Heijn. Okay. Bewust. Daar zijn we nu net mee klaar. En we zijn nu echt onze vleugels aan het spreiden. En ik heb maar één doel. En dat is ieder kind een goede start geven met die babyvoeding, door die babyvoeding toegankelijk en betaalbaar te maken. Nou, toegankelijk doen we door bij zoveel mogelijk retailers te liggen, online en offline. En onze stap waar we nu erg mee bezig zijn, is naar het buitenland. Dus dat is nu de volgende stap. En daar geloof ik enorm in, omdat wij hier in Nederland is Fries, waar wij te maken mee hebben, want het is een Fries product. Mm-hmm. Is helemaal niet zo sexy. Want als je aan Fries denkt in Nederland, dan is het aan frikandellen en dan denk je aan ijs. Ja. En bijvoorbeeld als je in Duitsland komt, is ongeveer de helft bewijs van Fries. Omdat dat Fries is ook vers. Ja. Spannend. Derde moment. Dat is het nest waar je vandaan komt. Ja. Hè? Je noemt het een resultaatgerichte opvoeding. Schets dat nest is. Nou ja, ik kom uit een gezin met beide ouders allebei nog bij elkaar. Uit een enorm ondernemersgezin. Mm-hmm. Ik ben een tweeling dus. Ik heb een tweelingbroertje en ik heb een oudere broer van 9 jaar ouder. En wij komen uit een heel warm gezin, waarbij het wel altijd over de zaken ging. Dus het was wel. Wat deden je of wat doen je ouders? Mijn ouders die hebben kledingwinkels, kleding- en schoenenwinkels, dames. En dat doen ze in Gouda, waar ik ook vandaan kom. En een succesvol concept daar, dus heel erg cool. En te gek om meegemaakt te hebben vanaf de zijlijn. Mm-hmm. Maar je ook al schoenen in te pakken als bijbaantje? Allemaal. Alle drie hebben dat wel echt gedaan. En alhoewel iedereen er altijd om lacht, want ze vonden al dat ik te veel meer kleding meenam dan dat ik überhaupt ergens mee bezig was op de zaak. Want ik nam genoeg handel mee naar huis om gezellig weer aan te doen. Maar ik heb daar gewerkt en mijn broers ook. Maar bij ons draaide het bij ons altijd om de zaak. Het was altijd alleen maar dat. Mm. En dat is iets, iets bijzonders. Maar ook waardoor, ik zei het van de week nog tegen iemand, het ondernemen wordt tegenwoordig zo geromantiseerd. Iedereen wil een bedrijf starten en iedereen wil ondernemer zijn. En ja, dat creëren we met elkaar natuurlijk een beetje. Ik bedoel, als ik zo'n ondernemer zie op Instagram, denk ik, ja, ik wil ook ondernemer zijn. Mm-hmm. Want dat ziet er te gek uit. En ik heb natuurlijk van jongs af aan, heb ik mogen ervaren dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Dat het eigenlijk heel hard werken is. Mm-hmm. En het altijd maar over die zaak gaat. Mm-hmm. Dus het is een goede eerste leerschool geweest. Reality check eigenlijk wel een beetje, om te zien hoe dat dan eigenlijk gaat. Zitten er ook nadelen aan zo'n opvoeding? Ja, nou, ik heb mijn vader pas over gehad. Ik zei, ja, weet je, wij
altijd bij alles draaide bij ons om uiteindelijk het resultaat. Dus hoe ik het deed op school was leuk, maar uiteindelijk het rapport wat je kreeg. En dan had ik bijvoorbeeld 8 achten en 2 zessen. En mijn pa had het alleen maar over die 2 zessen. Maar hetzelfde was op een gegeven moment ook op de tennisbaan. Ik tenniste op een gegeven moment vrij hoog. En dan, als het niet goed ging, liep mijn vader gewoon weg. Die dacht, ja, ik kom alweer terug als het goed gaat. En dat ging dan uiteindelijk heel erg goed. Maar hij kan het niet goed tegen als hij zijn kids ziet falen. Dat vindt hij heel moeilijk. Nee, maar het klinkt ook, als je het, zeg maar, het zou ook heel voorwaardelijk kunnen klinken. Mega. Nee, maar ja, het is alleen maar zijn liefde. Maar die kan ook gewoon. De liefde kan ook komen omdat je gewoon bent. Nee, dit was. De liefde hangt vast aan jouw prestaties. Nee, zo zie ik dat helemaal niet. Oké, het is niet dat hij minder van jou houdt als je een 6 haalt en meer. Nee, hij heeft mij juist die drive gegeven. Ik zie het als iets heel positiefs. De liefde was wel onvoorwaardelijk. Ja, nee, 100%. Is het, denk je, een groot pre om uit zo'n, als je zelf wil ondernemen, om ouders te hebben die ondernemer zijn? Wel om te zien hoe het eigenlijk. Dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg makkelijk is. Weet je, ik heb wel echt gezien dat het niet vanzelf komt. Nee, maar heel veel jonge gasten die nu op Instagram wonen en leven. En die ook jouw broer trouwens, Bas, natuurlijk veelvuldig zien genieten van het leven, zeg maar. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat die jonge gasten nu naar jou luisteren. Denken, ja, hoezo moet het moeilijk zijn? Doe mij maar makkelijk. Doe mij maar gewoon 3 maanden per jaar en dan op Ibiza en miljoenen verdienen. En weet ik veel, mooie filmpjes maken. Waarom zou ik hard en moeilijk? Het klinkt ook een beetje zo van, hoezo? Nou, ik moet je zeggen, mijn broer zit niet 3 maanden per jaar op Ibiza. En die werkt zich helemaal rond. Yes. Maar, en datzelfde geldt voor mij. Ik vind inderdaad dat Instagram wel anders laat zien dan daadwerkelijk is. Het is veel harder werken, maar moet je dat laten zien op Instagram? Ja, misschien wel. Iets meer. Nou ja, laat ik zo zeggen. Het lijkt mij juist, ik vind ondernemen super tof. Ja. Dus het feit dat ik heel veel uren kan maken met iets wat ik super tof vind. Maar aan de andere kant heb je wel heel veel jonge gasten die vinden niks doen. Lijkt het soms wel. Ja, tof, ik vind dat heel heftig. Ja, ik vind dat tegenwoordig is dat een trend om met zo min mogelijk inzet heel veel te verdienen. Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk dat je uiteindelijk kom je ook niet heel ver, denk ik. Maar dat is wel een beetje inderdaad hoe de jongeren. Ik denk ook een beetje door het influence verhaal. Ja, ik snap er niks van hoor. Want soms zie ik dat ook die jonge meiden die dan met de mooiste spullen op de foto staan. En denken, hoe kom je eraan? Hoe krijg je het rondgerekend? Ja, mij lukt het niet. En ik doe echt hard mijn best. Weet je wel? Nou, dus ja, soms denk ik, ja, moet ik dan zelf ook meer laten zien hoe erg ik struggle? Ik probeer het wel op social een en ander te delen. Maar je deelt natuurlijk ook heel snel dat je in die 700 Albert Heijns ligt. Weet je wel? En dat je weer een nieuwe retailer hebt binnengetrokken. Hey, tot slot een bonusmomentje. Die we erin gooien. Een vierde momentje voor mezelf wel. Ja, ik las ergens dat je 4 jaar geleden heb je 750 kilometer gefietst door Italië. Ja. Terwijl je amper gefietst had. Heb ik nog allemaal littekens van overgehouden. Serieus? Moet ik zeggen. Ja, dat moet je gewoon niet doen hoor. En niet. Maar permanent, hoezo littekens nog bij gevallen? Ja. Oh, maar, ja, want dat was een Strive Challenge of zoiets? Ja, super kicken. Ja, de leuke bijeenkomst hierbij was dat we dit deden met Richard Branson ook. Nou, dat is voor want mij. Die fietste mee. Ja. Oh. Ja, ja, dus ja, en nog veel heel veel andere gave ondernemers, grote ondernemers die daaraan meededen. Ja. En mijn broer belde me op een gegeven moment in mei, geloof ik. Ja, we gaan in juli dat doen. Vind je dat leuk? Dat is Bas. Ga je mee? Ja. Ja. Ja, en ik ben wel te porren voor een uitdaging. Dat vind ik het allerleukste. En dus ik zei, nou ja, ik ga wel mee. Maar ik heb geen fiets, ik heb geen spullen, niks. Dus toen zijn we de volgende dag naar een fietswinkel gegaan en hebben alles gekocht. En toen zei hij, nou, we gaan even fietsen. Ik denk, nou, een klein rondje. Op een racefietsachtig ding. Ja, een racefiets. Echt een racefiets. Ja, en dan zo naar voren en dan met je voeten ingeklikt. Dus dat was allemaal een beetje spannend. Stoppen bij een stoplicht en op je mijl. Dat. Ja. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk ook meteen. En toen zei hij, ja, maar dan gaan we even een klein rondje doen. En toen zijn we helemaal vanuit Amsterdam naar Bloemendaal. En nou, zo'n groot rondje. Nou, toen ben ik al meteen onderuit gegaan. Ik lag helemaal open. En toen moest het nog beginnen. Ja, maar de tijd van mijn leven gehad. En als je het dan inderdaad hebt over een sleutelmoment. Dat was wel zoiets uitdagends. En zo kicken. En dat je lijf
stiekem zoveel meer aan kan dan dat je denkt. En ook mentaal. Want ik weet nog wel dat ik die berg op moest. Ja, ik had hier getraind in Nederland. Geen berg te zien natuurlijk. En ik vond die tegenwind al heftig hier in Nederland. Dus als je dan opeens serieuze bergen op moet klimmen... Ja, dan dat brengt je wel ergens, kan ik je vertellen. Dus je kan meer dan je denkt. Ja. En dat, ik denk daar soms dan best wel op terug. Dat ik soms denk, oh ja, maar ik... Dat kon ik toen ook niet. Maar elke keer dacht ik maar... Oké, andere voet voor de andere voet. Andere voet voor de andere voet. En dan kom je er wel. Dus dan gewoon door blijven gaan. Gewoon door blijven gaan. Ik weet omdat ik op een gegeven moment... Mijn broer stopte ergens. Die kon niet meer. En ik dacht, nee. Doorgaan. Weet je wel. Gewoon, het hoeft niet snel. Want dat is natuurlijk zit bij ons een beetje in de familie. We moeten alles heel snel en heel erg... Als eerste ergens zijn. Ja, competitieve familie. Enorm competitief. Ja, doen jullie spelletjes met kerst? Nee, dat doen we expres niet, want dat wordt bloedbonje. dus wij zijn enorm competitief. We willen altijd ergens als eerste zijn. Alles als eerste hebben. Dus ik dacht, nee, ik hoef niet te winnen. Dit is ook geen wedstrijd. Maar het is wel iets, een soort wedstrijd tegenover jezelf. Dat je daarboven komt. En dan is het al kick als je het haalt. Dus we hebben wel tranen gelaten na die 5 dagen, 750 kilometer, kan ik je vertellen. We waren wel echt heel blij dat we er vanaf waren. Goed gedaan. Ja. Mag je dank voor je verhaal en heel veel succes wensen met Mama Daily. Thanks. En dankjewel voor het kijken. En als je geluisterd hebt, dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek uit de serie Sleutelmomenten. Wil je nou meer leren van ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan vooral deze serie op de playlist op YouTube of luister op Spotify. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.